Wij gaan kijken naar een filmpje wat Wietse ons aanleverde over de wijn. Kijkt u mee. Wietse, voor rosé-wijnen moet je dan niet in de Provence zijn? Goedemorgen. Nou, je kunt in de Provence zijn, maar de Languedoc die durft het ook echt wel aan. En we hadden van de week een keer een voorgesprekje over rosé. Kijk, die Provence die heeft natuurlijk een bepaald prijsniveau en dat durft ze ook uit te stralen. Maar in de Languedoc, Peugeot, de Agalie Rosé, 200 hectare in 1980 gekocht. Moet je eens kijken wat je in je glas hebt. Wat zou je wel doen? Drinkt heel makkelijk weg. Ja, dat is een beetje lullig om te zeggen, maar het overal ook wat. Maar qua kleur, het is waanzinnig wat hij doet. En dan ga ik uitleggen wat hij doet. Hij doet namelijk niet die schillen mee laten weken met het sap. Dus die grenache en sensot, dat komt binnen. En dat gaat hij gelijk scheiden, de schillen van het sap. En dan krijg je zeg maar ja, deze zalmachtige roze kleur. Maar met waanzinnig veel fruit. En zacht. Deze fles en die, dat verschil kan ik zien uiteraard, maar... Wie koopt dit nou, die grote? Nou, kijk, nu op de boulevard, zeg maar, de horeca, die wil natuurlijk... Die mooie tafels, die worden weer gevuld. Dat is natuurlijk prachtig en dat kost een kleine €80. Maar we hebben heel hard samengewerkt met Peugeot, met de eigenaar... om te zeggen van, wat gaan we doen als alles weer losgaat? Als mensen weer thuis kunnen genieten van de wijn? Dit kost de 0,75 in deze speciale fles. Normaal 15,65. We gaan de hele maand juni dit slechts voor 11,95 per fles doen. En dat is echt, zeg maar... Ik ga het niet zeggen, maar ik vind het wel de beste rosé van Nederland. Oké, en wat heb je daar? Nou, ben je er nog niet helemaal over uit. Dan heb ik ook een heel leuk rosé proefpakketje gemaakt. Met 6 verschillende. Ook wel een Provence. Ook eentje uit Spanje. Eentje uit Portugal. En dat pakketje kost, ook om een beetje weer de stemming goed te krijgen, normaal €72. Nu voor €61. Dus €11,95. En het pakketje... €61. En dan heb je echt volgens mij... Nou, laat die zomer maar komen. Hij smaakt voortreffelijk. Het is echt... Het is voor mij... Kijk, de Provence is fantastisch... maar dit is voor mij echt de verrassing uit Frankrijk. Nou, kijk eens aan. Op een goede zomer, je mening. Nou, gelukkig. En u kunt het vanaf nu bestellen.